Echt, mijn hart brandt van liefde. Ik doe dit niet om stenen te werpen, maar om u wakker te schudden. En waar begint dan de crisis? Bij de wereld? Wel, nee. Bij de godsdienst? Ook niet. Maar wat dan? Bij de kinderen van God? Daar begint het. Daar begint de schifting. Ze worden geschift, ze worden gelouterd, ze worden beproefd. En het onreine, wat nog in hen overgebleven is, wordt gelouterd. Er vindt een schifting plaats in hun leven, in hun doen en laten. De crisis, het oordeel, begint bij het huis van God. Waarom? Waarom begint dat bij het huis van God? Omdat God zijn kinderen lief heeft. En die lief heeft, die schift hij. En die loutert hij. En die beproeft hij. Hij wil niet dat ze met de massa verloren gaan. Het oordeel, de crisis, begint bij het huis van God.